lekker joh. Hè? Geen app. Wil je het zeker kort houden daardoor? Oh, warm joh. Wil kunnen we niet buiten doen? Wil je het kort houden? Dan stel ik je de vraag. Ja, dat scheelt een stuk, ja. Goed, niet buiten. We gaan beginnen, dus nou, ga je gang, zeg jij, laat maar zien. Heel snel. Giovanni van Bronckhorst, gisteren de loting. Ja, zeg het maar. Hoe kijk jij tegen die loting aan? Ja, ik denk een hele mooie loting. Ik denk dat het voor ons natuurlijk weer na zoveel jaar weer op het hoogste podium Champions League met mooie tegenstanders. Man City natuurlijk een topclub in Europa, ook in Engeland. Napoli hebben we allemaal gezien al dit seizoen waar ze toe in staat zijn. En Shakhtar, ook een Europees team wat altijd meestrijdt op Champions League niveau. Dus het is een hele mooie pool voor ons. Zie je mogelijkheden om te overwinteren? Nou ja, daar gaan we wel vanuit natuurlijk. Daar moet je voor gaan. En dat zal, het zal mooi zijn als we na de winter ook nog actief zullen zijn in Europa. De echte topclubs, dan bedoel ik echt op Real Madrid, Barcelona, die zitten er dan niet bij. Net die topclubs misschien daaronder. Ja. Ben je daar blij mee? Het is altijd afwachten natuurlijk een loting. Als je natuurlijk de pot ziet, pot 1, en je ziet al die topploegen ertussen staan qua naam ook natuurlijk. En je hebt dan Shakhtar, ja, dan heb je natuurlijk die niet de meest aansprekende uit die pot. En natuurlijk was het speciaal geweest voor mij om tegen Barcelona te spelen. Maar ik denk dat iedereen in de groep daar ook zijn club heeft waar hij graag tegen speelt. Maar uiteindelijk moet je deze groep, hopen en hard werken om door te gaan. Jullie gaan sowieso 6 wedstrijden spelen. De grootste concurrenten Ajax en PSV, niet in Europa. Kan dat een voordeel voor die club zijn in de competitie? Dus jij denkt... Nou, je kijkt naar het voordeel wat wij hebben als Feyenoord zijnde. Dat vind ik veel belangrijker. Dat voordeel is, wat je ook zegt, 6 wedstrijden op topniveau. Het weer moeten reizen, het weer klaarmaken voor wedstrijden, 3 wedstrijden in de week. Dus dat is een ontwikkeling die voor mijn ploeg en voor mij en voor ons als team, als club, daar worden we alleen maar beter van. Dus dat vind ik belangrijker dan voordelen voor mijn concurrenten. Schrik je er wel van dat PSV door Oschek en Ajax door Rosenborg al zo snel is uitgeschakeld? Nou, ik vind het wel voor het Nederlands voetbal niet goed natuurlijk. Als je ziet dat we maar 2 ploegen hebben in Europa, met Vitesse en wij dan. Ja, dat is voor het Nederlands voetbal niet goed. En ik vind dat wel jammer voor het Nederlands voetbal. En volgend jaar moeten we allemaal voorronden spelen. En we zien dat het niet makkelijk is. Deze week is Sam Larsson aangesloten. Hoe fit is hij? Zou hij zondag kunnen spelen? Nee, is nog te vroeg. Hij heeft natuurlijk wel al een lange voorbereiding gehad eigenlijk, maar eigenlijk nog niet veel in teamverband. Dus we hebben hem ook, nadat hij getekend had, met hem gesproken wat hij gedaan heeft. En in samenspraak met Arno, de fysieke trainer, een programma gemaakt. En dus hij zal dit weekend niet spelen. Het volgende week wel met de belofte meedoen om weer wedstrijdritme op te pakken. En dan kijken we na de break hoe hij ervoor staat. Is je selectie rond met de komst van Larsson? Zijn jullie toch stiekem aan het kijken? Nee, we zijn niet op zoek. Dus wat ons betreft is die rond. Een paar dingetjes nog, voordat we het daarop hebben over nog even wie de fit zijn. De selectie van Oranje is zojuist bekend gemaakt. Ja. 1 Feyenoorder slechts. Valt dat een beetje tegen? Nou, je hoopt altijd natuurlijk dat je meerdere spelers in de selectie hebt. En dus in dat opzicht vind ik het wel jammer, maar... Ja, uiteindelijk aan de bondscoach, aan Dick Advocaat natuurlijk om de spelers te selecteren die hij denkt dat hij nodig heeft. En dat is ook zijn taak. Is iedereen fit? Ja. We hebben met iedereen op het veld gestaan, dus dat is goed. We hebben geen klachten. Natuurlijk wel de jongens die wat langer eruit zijn, maar geen nieuwe klachten erbij. Laten we dan eentje eruit pikken. Sven van Beek, hoe zie je... Hoe lang kan dat nog duren? Want hij is natuurlijk al bijna een jaar uit geweest. Zie je toch dit jaar een volwaardige speler dadelijk nog eens te verliezen? Dat verwacht ik wel. En hij heeft op dit moment wat hij meedoet, dat heeft hij in de afgelopen maanden nog niet gedaan. Dus daar ben ik wel heel positief in. En dus hij moet daar een stap in maken. Het is natuurlijk wel na zo'n lange tijd afwezig. Is voor hem natuurlijk ook zaak om nu weer fit te worden. Maar hij doet heel veel dingen al mee op de training en dat is wel heel positief. Dankjewel. Wie? Hangman. Even over de aanzien voor het Nederlands voetbal, hè, want dat er nu 2 clubs over zijn. Is het nu een vrije val, denk je, in structureel?
Nou, dat hoop ik niet natuurlijk. Dat het iets is wat elk jaar zal gebeuren. Maar ja, voor mij is het lang geleden dat er maar twee ploegen actief zijn in Europa. En dus in dat opzicht is dit jaar, is Europees gezien, natuurlijk niet goed begonnen. En ik hoop dat het voor de volgende jaren ook niet zal zijn. Maar ja, zoals ik al eerder zei, volgend jaar moeten we allemaal voorronden spelen. En je ziet dat het niet makkelijk is. Het kan altijd erger, maar het kan ook beter. En daar laten we daar maar van uitgaan. Andere, Nikos. Er wordt voortdurend gevraagd of het een voordeel is de ploegen die uitgeschakeld zijn. Jij bent er altijd uitgesproken over. Hè? In topsport kan het toch eigenlijk nooit een voordeel zijn als je ergens niet bij bent of je doet niet. Nee. Ik denk dat wel dat het altijd zo is. Voor ons is het nu, komt er een drukke periode aan. Hetzelfde periode die we vorig jaar ook hebben gehad. En nu op Champions League niveau. Maar ja, we zullen veel moeten reizen. We zullen goed moeten rusten. We zullen goed moeten gaan plannen. En we hebben ook het team is daar ook klaar voor. De selectie is breed. Dus we zullen daar van week op week gaan kijken hoe we dat gaan doen en met wie. Joost zei net, je wil niet weten wat het verschil is tussen op dinsdag voetballen en dan competitie of op donderdag voetballen. Dat is voor ons straks ook een enorme voordeel. Hoewel we vorig jaar veel op donderdag speelden. Toch ja, nou het is natuurlijk wel een voordeel dat je, en ik heb het programma wel een beetje in mijn hoofd, maar je hebt natuurlijk wel nu heel veel wedstrijden op dinsdag uit. Waardoor je eigenlijk op woensdag terug kan vliegen en wedstrijden op zondag heb. Dus je hebt eigenlijk 4-5 dagen om je voor te bereiden voor de volgende wedstrijd in de competitie. Ja. Daarentegen zitten wel de wedstrijden ervoor wel natuurlijk kort op de Champions League wedstrijden, maar dat zijn meestal ook thuiswedstrijden. Dus qua programma is het niet ongunstig. En wat je ook zegt, Champions League betekent dat je meer rust hebt naar het weekend toe. Ik denk goed. Ik heb daar niks over gehoord. Dus. Nee, hij had een afspraak woensdag voor tv. Is hij afgezet vanwege. Oké. Okay. Maar niet over gehoord. Dus. Wat zei je? Daar heb je dus daarna niets meer over gehoord. Nou ja, het zal niet heel ernstig zijn. Ik denk dat hij het misschien wel gehad heeft. Maar ik denk dat hij wel om een goede reden een afspraak niet nakomt. Maar hij heeft bij mij alles gedaan. Dus. Geen zorgen. Gelukkig niet, nee. Nog niet aan het eten van maandag. Wat zei je? Nog niet aan het eten van maandag. Hè? Dat denk ik niet. Ik weet niet of hij nog daarna nog ergens geweest is, maar het eten was goed. Lijkt net zo gedanst als jij. Wat zei je? Lijkt net zo gedanst als jij. Ik had geen last van bijgriep, nee, dat klopt. Goed. Zo snel kan het gaan, volgens mij. Yes. Gaan we je eten. Ja, dat is goed. Het is belangrijk eten, hè. Loop je voor op schema of heen? Wat zei je? Nou, loop je voor op schema of heen? Ja, dat is goed. Daarom hebben we ook 1 uur begonnen. Zondag.